tot het laatste moment dacht ik, ik ga de blaasmuziek doen, omdat daar mijn passie toch wel ligt. Maar toch heb ik al improviserend op het laatste moment gekozen voor de geïmproviseerde muziek. Geïmproviseerde muziek is een steeds ontwikkelende muziekvorm, al begonnen in de middeleeuwen en tot nu zichzelf vernieuwend, experimenterend, onderzoekend, vaststellend. We improviseren de hele dag zonder dat we het weten. En daarom denk ik dat het belangrijk is om juist de improvisatie en de vrijheid die daarbij hoort, en het onderzoek wat daarbij hoort, en de communicatie die daarbij hoort, de dialoog, om dat te koesteren. Mijn eerste herinnering aan levende geïmproviseerde muziek gaat terug naar het jaar 1960, toen ik totaal gefascineerd op het strand in Zandvoort luisterde naar Paaps gezelligheidsband, de Double A. En Paap was volgens mij de uitbater van een strandpaviljoen waar mijn ouders mee naartoe namen in Zandvoort. En er werd levende muziek gemaakt op het strand. Het plezier en de communicatie en natuurlijk de klank, dat ik was niet weg te slaan bij die band. En dat is eigenlijk mijn eerste herinnering aan levende muziek. De energie die het had, die is na 50 jaar nog steeds bij me. Mensen moeten stemmen op geïmproviseerde muziek omdat het een onderwerp is dat het verdient. We mogen best wel trotser zijn op onze geïmproviseerde muziekwereld in Nederland. Misschien wel net zo trots als heel veel buitenlandse publieken dat zijn. En bovendien moet je sowieso stemmen. Want stemmen is gebruik maken van je democratisch recht. En dat kan de komende tijd wel eens heel belangrijk worden. Vraag u niet af wat geïmproviseerde muziek voor u kan doen, maar wat u voor geïmproviseerde muziek kan doen. Prijsklassiek.nl. Stemmen.